Caillou was heel erg vrolijk deze ochtend. Hij kon niet wachten om naar de peuterschool te gaan. Jij hebt vandaag veel zin om naar school te gaan, Caillou. Vandaag gaan we op school sleeën. Oh, en moet je dan je eigen slee meenemen? Ja, ik wil mijn groene ruimterijder meenemen. Oh, Caillou, waarom vertel je me dit nu pas? We moeten al gaan. Weet je dan niet waar mijn slee ligt? Nee, niet precies, nee. We zijn dit jaar nog niet gaan sleeën, maar we gaan zoeken. En snel. Mama en Caillou keken in de kelder. En ze keken onder de trap. Ze keken zelfs op zolder, maar ze konden de slee van Caillou echt nergens vinden. We zullen je slee vanavond wel vinden. Maar hoe moet dat vandaag dan? Het spijt me, Caillou, maar we moeten nu gaan. Misschien is er nog een extra slee voor je op school. Oh, kom, we gaan naar buiten. Caillou was verdrietig dat hij zijn slee nog niet had. Er zijn geen extra sleetjes, Caillou, maar ik weet zeker dat iemand zijn slee met je zal delen. Tot straks, Caillou. Probeer te lachen, lieverd. Het zal vast leuk worden. Dag, mama. Oh, kijk al die sneeuw. Wauw, zeg. Ik kan niet wachten om naar het park te gaan. Heb je je groene ruimterijder mee, Caillou? Nee, we konden hem niet vinden. Dan neem je die van mij. Gaan we om de beurt. Bedankt, Leo, maar ik wil zo graag mijn eigen slee. Komen jullie, jongens? Het is tijd om te lunchen. Ga je dat nog opeten, Jason? Ben je klaar met eten? Ja. Fijn. Wil je even met me meelopen? En, wat vind je? Het is gewoon een lege doos. Nu nog wel, maar ik denk dat je er wel iets anders van kunt maken. Wat dan? Een echte slee. Een echte slee? Ja, sleetje rijden met een doos deden wij vroeger altijd. Sommigen gingen supersnel. Is het goed als ik hem een beetje ga versieren met kleurtjes? Wat een goed idee. Je vriendjes willen je vast wel helpen. Caillou deed heel erg zijn best op de versiering van zijn doos. Hij wilde dat hij er prachtig uit zou zien. Wil je dat je slee lijkt op een raceauto, Caillou? Nee, ik wil dat die lijkt op een bobslee die ik zag op tv. Groen betekent gaan. Helemaal klaar. Ik vind hem fantastisch. Ja, hij gaat vast wel 100 km/u. Zoom! Ik hoop het wel. Bedankt dat jullie me hebben geholpen. Wat? Ik weet niet precies waar meer verf op zit. Deze slee of jullie gezichtjes. Nu snel opruimen, jongens, want het is tijd om naar het park te gaan. Toen Caillou en zijn vriendjes in het park aankwamen, deden ze allerlei leuke spelletjes in de sneeuw. Haha! Wie heeft er zin om lekker te gaan sleeën? Ik! Kom mee, waar wacht je nog op, Caillou? Stel nou dat mijn slee niet kan sleeën. Juf Martin zei dat het kan. Kom op, wie het eerst bovenop de heuvel is. Is iedereen klaar? Ja, Caillou? Ik ben klaar. Klaar voor de start? En af! Kijk uit allemaal! Wow! Jij ging het allerverste! Mag ik alsjeblieft ook een keertje op jouw slee, Caillou? Ik wil ook een keertje! Tuurlijk! We gaan allemaal om de beurt! Ja! Oh, ja! Ja! Caillou was trots op de slee die hij had gemaakt. En hij was blij dat hij groot genoeg was om hem met al zijn vrienden te delen. Bedankt, oma. Goed kijken, Rosie. Caillou was blij als oma op visite kwam. Ze verzon altijd wel iets leuks om te doen. In welke hand zit nu de ballon? In die daar. Oeh. Weggetoverd. Waar is hij nou? Daar is hij. Volgens mij heb jij mijn trucje door, Gilbert. U liet hem vallen op de bank toen u hem achter uw rug had. Kunt u mij misschien ook een goocheltruc leren? Oh, jij wilt een goochelaar zijn, of niet soms? Ja, Rosie kan me helpen en dan laten we het zien aan papa en mama. Ja! Caillou en Rosie wilden heel graag samen een goochelaarshow maken. Maar Caillou wilde er ook uitzien als een echte goochelaar. Ik heb een toverstaf nodig en een cape. We vinden vast wel iets hier in huis wat we kunnen gebruiken, Caillou. Laten we maar gaan zoeken. Wat dacht je van deze mooie toverstaf? Dat is een rietje. Caillou wist niet zeker of een rietje wel zou werken. Rosie heeft dorst. Abracadabra, abracazalen. Laten we voor Rosie iets te drinken halen. Wil jij ook iets drinken, Caillou? Nee, dank u, oma. Ik ga eerst een cape zoeken. Oh. Caillou? Kijk, ik heb een cape. Wat is dat? Tovertruc! Dat is geen tovertruc, Rosie. Dat is... Gilbert! Zelfs Gilbert heeft al een tovertruc onder de knie. Maar voordat we verder gaan met goochelen, moeten we eerst al deze handdoeken opruimen. Dat is goed, oma. Kijk maar, ik laat je zien hoe je ze opvouwt. Dankjewel, Caillou. Zullen we nu de goochelshow doen? Je hebt eerst nog één ding nodig. Caillou had al een toverstaf en een cape. Hij kon niet bedenken wat hij nog meer nodig had. Wauw! Het is een hoed! Ja, het is de hoed van je vader toen hij ging trouwen met mama. Maar hij vindt het vast niet erg om hem even uit te lenen. Hoe zie ik eruit? Prachtig. Nu zie je eruit als een echte goochelaar. In welke hand heb ik de bal, Rosie? Oeh. Bal! Dit is van mij, Gilbert. Misschien werkt die truc gewoon niet zo goed met een stuiterende bal. Vooral niet met Gilbert in de buurt. Misschien kan je wel iets anders laten verdwijnen. Zoals je konijntje. Nee, iets nog groters. Groters! Anders laat ik Rosie toch verdwijnen? Jij verstopt je achter mijn cape. En als ik de toverspreuk zeg, kruip jij onder de tafel, goed? Wat een goed idee. En als we dan ook nog een kleed op de tafel leggen, kan niemand zien dat Rosie zich daar verstopt heeft. Ik zal er wel eentje halen. Abracadabra! Goed zo, Rosie. Verstop je nu snel onder de tafel. Nee, Rosie. Je moet wel onder de tafel kruipen. Hier, kijk maar naar mij. Abracadabra! Caillou, kikkeboe! Zo, dat ziet er heel goed uit. Nu hebben we nog publiek nodig. Zal ik papa en mama vasthalen? Let op, Rosie. Deze keer verstop je je onder de tafel als ik zeg abracadabra. Abracadabra! Gilbert, zo verpest je mijn truc. Hoe gaat het met onze kleine goochelaars? Oma vertelde ons dat jullie een truc hebben voorbereid. Mogen we hem zien? Caillou wist niet zeker of de truc wel goed zou gaan. Maar hij wilde het in ieder geval proberen. Oké. Is ze nou gebleven? Ik hoop dat je Rosie kunt terugtoveren. Anders mist ze straks nog haar middaghapje. Caillou wist niet wat hij moest doen. Hij had niet geoefend om Rosie terug te toveren. Abracadabra! Rosie, kom tevoorschijn! Kom er maar uit, Rosie. Goed gedaan, Caillou. En jij ook, Rosie. Goed zo. Nou, kleine goochelaars, ga maar snel naar de keuken voor iets lekkers. Ik kan nog een tovertrucje. Ik kan ook mijn eten laten verdwijnen. Abracadabra! Dank u. Caillou was erg blij, want zijn vrienden, de tweeling Jason en Jeffrey, kwamen spelen. En ze bleven ook eten. Mama, wat gaan we zo eten? Wat dacht je van zelfgemaakte pizza? Ja! Je mag me wel even helpen met de champignons wassen. Ze zijn er! Hoi Jason, hoi Jeffrey. Hoi Caillou. Hoi Caillou. We gaan zelf ons middageten maken. Raad eens wat we gaan eten. Het is zeker een broodje slak. Eeuw, nee. Misschien slangensoep? Nee. Ik weet het. Spinnentaart. Ik heb een lichtgevende spin die we kunnen opeten. Sorry, Boris. Nee, we gaan zelf pizza's bakken. Ik heb nog nooit zelf pizza gemaakt. Ik ook niet. Ik wel, al heel vaak. Ik leg het wel uit. Kom mee. Oké, jongens. Nu jullie je handen hebben gewassen, kunnen we beginnen. Hier is het pizzadeeg. Het eerste wat je moet doen, is het deeg platrollen. Kijk zo. Ah, zijn we pizza's aan het maken? Wisten jullie dat ik ooit bij een pizzeria heb gewerkt? Echt waar? Wauw! Je moet heel veel oefenen voordat je dit kan doen. Zie je? Het zit hem allemaal in de pols. Oh! Oh. Oeps. Misschien is een deegroller wat veiliger. Ik ga dit even opruimen. En wat moeten we nu doen, Caillou? Nu doen we de tomatensaus erop en verspreiden het over het deeg. Ik hou niet zoveel van saus. Ik hou heel erg van saus. Dan strooi ik de kaas erop. Ik hou van heel veel kaas. En ik wil maar een klein beetje. Zo hoor je helemaal geen pizza te maken. Maar nu komt het leukste gedeelte. Ik maak een smiley met champignons. Nee, ik lust geen champignons. Ik wel. Ik ga een spinnetje maken op mijn pizza. Ik zoek iets waar ik de poten van de spin mee kan maken. Nou, eens even zien of ik iets kan vinden. Wat dacht je van wortels? Ja! Zou ik misschien wat broccoli mogen? Broccoli? Worteltjes? Die horen niet op een pizza. Caillou vond het heel raar dat de tweeling hun pizza op een andere manier maakte. Iedereen mag de pizza maken zoals hij het zelf wil. Mag ik mijn spin ook op de pizza doen? Nee, dat lijkt me niet zo'n goed plan. Laten we het wel bij eetbare dingen houden, oké? Caillou stelde zich voor dat hij een echte chef-kok was bij een pizzeria. We gaan pizza's bakken! Oké, chef Caillou! Kijk, Caillou, ik heb een spin gemaakt. En ik een vlieg die de spin mag opeten. Nom, 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 nom. Ze zijn over een half uurtje klaar, dus jullie kunnen nog even spelen. Ik heb wel een idee. Welkom in het restaurant van Caillou. Hier is de kaart. Ik weet niet wat ik moet kiezen. We hebben geen spinnen, slangen of slakken, maar we hebben wel pizza. En je mag zelf kiezen wat je erop wil. Ik kies een kiepwagen en een jojo. En ik neem een sokpop en een paar puzzelstukjes erbij. Dat was lekker, maar ik heb nog steeds honger. Jongens, de pizza's zijn klaar. Oh, lekker! Ja! Wil je misschien een stukje van mijn spin ruilen voor een stukje van jouw smiley? Oké. De worteltjes zijn lekker knapperig. Nam, nam. De drie jongens genoten van elkaars pizza's. En Caillou leerde dat er meer manieren zijn om een pizza te maken. Het was een prachtige, rustige morgen bij Caillou thuis. Popja, popja. Totdat Gilbert besloot op avontuur te gaan. Rosie? Jakkie! Wat is er, Jakkie? Oh, dat is maar een spinnetje, lieverd. Spinnen zijn niet Jakkie, Rosie. Ik vind spinnen leuk, want ze hebben 8 poten. Bah! Rosie is niet zo dol op insecten. Maar Caillou wel. Hij wilde Rosie laten zien dat ze interessant en leuk zijn. Misschien zou zij ze daarna ook leuk vinden. Kom mee, Rosie. Ik teken alle insecten die je kent voor je. Misschien verander je dan van gedachten. Oh, wat een goed idee van je. Neem je tekenspullen maar mee naar buiten. Dan kunnen we picknicken. Oké, picknick, picknick. Kom mee, Gilbert. We gaan picknicken. Dank je. Eén, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kijk, Rosie, ik heb een spin getekend. Vind je hem niet schattig? Jakkie, beestjes. Oeh, dat is ook een beestje. En hij is niet Jakkie. Dat is een lieveheersbeestje. Is hij niet prachtig? Lieveheersbeestje. Ik teken wel een lieveheersbeestje voor je, Rosie. Lieveheersbeestje. Wie heeft er al trek? Ik! Dank je. Dank je. Gilbert kietelt me. Gilbert kietelt je niet. Hij zit daar op de tafel. Oeh, kijk eens. Rustig maar, Rosie. Dat zijn maar mieren. Die doen je niks. Caillou wist dat de mieren alleen op zoek waren naar eten. Zie je dat ze in een rijtje lopen, Rosie? Zo lopen wij ook altijd de school in na iedere pauze. Oh. Ze nemen het eten mee naar huis en delen het met alle andere mieren. Mama, de mieren gaan naar huis. Inderdaad, liefje. Mevrouw Martin las voor over mieren. Ze zei dat iedere mier een baantje heeft. Sommigen graven tunnels en anderen zorgen voor de kleintjes. Mooi. Wauw, kijk. Hier is nog een beestje, Rosie. Pluisbeestje. Dat noemen ze eigenlijk een rups. Hier. Oh, kijk, een rups. Rupsje, rupsje, kietelt. Wil je weten wat ik heb geleerd over rupsen? Ze gaan slapen en als ze wakker worden, worden het vlindertjes. Vlindertjes. Je houdt wel van vlindertjes, of niet, Rosie? Aha, Rosie houdt van vlindertjes. Caillou probeerde zich voor te stellen hoe het zou zijn om zo klein te zijn als een insect. Ah, dit ligt lekker. Hallo, mevrouw Lieveheersbeestje. Hallo, mevrouw Mier. Mag ik ook een stukje appel hebben? Dank u. Rosie, waar ben je? Rosie, vliegen. Wow. Rosie op een vlindertje. Hier, Rosie. Oeh, vlindertje. Kom op, jongens. Jullie hebben je eten nog niet op. Volgens mij vindt Rosie beestjes nu wel leuk. Mooi. Bedankt dat je ons les gaf over insecten, Caillou. Wat weet je er veel over, zeg? Caillou was trots op wat hij geleerd had op school. En hij was blij dat hij zijn zusje kon vertellen over allerlei beestjes. Lieve rups. Kijk, Gilbert. Gilbert bange poes. Volgens mij is Gilbert niet zo dol op beestjes, Rosie. Niet zoals wij. Gekke Gilbert. Gilbert. Mama en papa waren zich aan het optutten om naar een feestje te gaan. Mooi, mama. Dank je, lieverd. Mooie Rosie. Wie komt er op ons oppassen? Opa komt straks oppassen. En hij zei dat hij een verrassing heeft. Caillou was blij dat opa langskwam. Hij vroeg zich af wat de verrassing zou zijn. Opa! Hoi, opa. Opa! Hallo, Caillou. Dag, Rosie, mijn grote meid. Snel, ga maar gauw naar binnen. Volgens mij is er buiten een storm op komst. Mooie Rosie. Dat ben je zeker, lieve schat. Wat zit er in die tas, opa? Is dat de verrassing? De verrassing? Nee, dit zijn gewoon mijn vieze sokken. Ik dacht, die kun je voor me wassen. Opa, u neemt toch nooit uw vieze sokken mee? Is dat zo? Je hebt gelijk. Kom, als jullie snel je pyjama aandoen, zal ik laten zien wat er echt in zit. Opa! Een boek over schepen. Weet je wat dat is waar hij doorheen kijkt? Dat is om dingen te kunnen zien die ver weg zijn. Inderdaad, dat heet een telescoop. Wow, u heeft een echte meegenomen. Ik zie Gilbert. Hij is supergroot. Hiermee zie ik hem van heel dichtbij. Alvast wel trusten, Caillou. En jij ook, Rosie? Wel trusten. Trusten. Lief zijn tegen opa. Ja, papa. Rosie, kijken. Caillou was bang dat Rosie de telescoop zou laten vallen. Hier, Rosie, ik hou hem wel voor je vast. Doe maar 1 oog dicht en kijk er dan doorheen. Niet zo, met 1 oog dicht. Opa las Caillou en Rosie voor over grote zeilschepen en dappere matrozen op de diepe blauwe zee. Daar staat de kapitein op de boeg. De boeg is de voorkant van het schip. De achterkant van een schip heet de stern. Waarom schreeuwt hij? Hij geeft bevelen aan de bemanning. En als hij een bevel geeft, salueert de bemanning en zegt... Ai, ai, kapitein. Ai, ai, kapitein. Willen jullie mijn bemanning zijn? Ja! Ja! Alle hens aan dek! Ai, ai, kapitein! Ai, ai, kapitein! Reef de zeilen! Ai, ai, kapitein! Sluit snel alle luiken! Ai, ai, kapitein! Sluit snel alle luiken? Ja, als er storm op komst is, sluiten ze snel alle ramen en luiken, zodat er geen water in komt. Daar komt dat vandaan. Wordt Rosie een beetje slaperig? Moet je hem zien? Hij klimt hoog in de mast om het zeil te repareren. Oh, het is vast heel eng om zo hoog te klimmen. Dat lijkt mij ook wel. Die matrozen waren vast bijzonder dapper. Denk je ook niet, Rosie? Volgens mij moet er iemand naar bed. Ik ben zo terug. Caillou hield niet van onweer. Hij wist dat hij nergens bang voor hoefde te zijn, maar het was zo hard dat hij er soms van schrok. Caillou dacht aan de dappere kapitein uit het boek. Hij was niet bang voor onweer. Ik geloof dat er storm op komst is. Alle hens aan dek! Ai, ai, kapitein Caillou! Reef de zeilen! Ai, ai, kapitein Caillou! Sluit alle luiken! Ai, ai, kapitein Caillou! Papa! Dag, liefje. Heb je het leuk gehad met opa? Aha. Hij las ons voor over schepen en matrozen. Hij brengt nu Rosie naar bed. En nu is het bedtijd voor kapitein Caillou. Ga maar vast. We komen zo naar boven. Spring maar op mijn rug. Dan draag ik je naar boven. Ik hoop niet dat het onweer je wakker houdt. Och, kapitein Caillou is niet bang voor onweer. Dat is goed om te horen. Wel trusten, kapitein Caillou. Wel trusten, opa. Caillou vond het onweer niet meer eng. Vanavond was hij de dappere kapitein Caillou. Winter, lente, zomer, herfst, seizoenen draaien in het rond. Winter, lente, zomer, herfst, seizoenen draaien rond. In de zomer is het heet, dan zwem en speel ik bij de vleet. In de herfst is het Halloween, papa heeft een heel gek pak aan. Heb je dat gezien? In de winter is het koud, heel snel sleeën, ik ga voor goud. In de lente wordt alles groen, dan fiets ik veel en help ik mama om de tuin te doen. Al ben je thuis of soms op reis, met zonneschijn of juist heel grijs. Er is altijd iets speciaals te doen, dat past bij het seizoen. Winter, lente, zomer, herfst, seizoenen draaien in het rond. Winter, lente, zomer, herfst, seizoenen draaien rond. Caillou hield van schaatsen. En vooral als hij heel hard kon schaatsen. Kijk eens hoe snel ik kan schaatsen. Wauw, jij bent nog sneller dan een raket. Wauw. Oepsie doepsie. Oepsie doepsie. Caillou wist nog goed dat hij ooit ook zo stuntelig op zijn schaatsen stond als zijn zusje. Hij was heel erg trots dat hij nu zo supergoed kon schaatsen. Hoi, Billy. Hoi, Caillou. Caillou keek graag toe als de grote kinderen gingen ijshockeyen. Ze gingen zo snel. Hij wilde net zo zijn als zij. Wat vind je, jongen? Genoeg geschaatst? Heb je zin in warme chocolademelk? Papa, mag ik ook ijshockeyen? Oh, nou, dat weet ik niet hoor, Caillou. Ik ben al groot genoeg en ik kan goed schaatsen. Ik ben zo snel als een raket. Ja, dat klopt. Maar volgens mij ben je nog niet groot genoeg voor het team. Dan speel ik toch met Billy? Tja, vraag het maar. Billy! Mag ik een keertje met jou ijshockeyen? Alleen als je er zin in hebt. Tuurlijk, we hebben gewoon een beetje lol. Je mag meedoen wanneer je maar wil. Bedankt, Billy. Nou, dan moet je straks wel de goede uitrusting hebben. Krijg ik een echte ijshockeyhelm en handschoenen net als Billy? Jazeker. En ook een stick niet te vergeten. Ja! De volgende dag ging Caillou met papa naar de sportwinkel om ijshockeyspullen te kopen. Dit zijn de tweedehandspullen. Als kinderen te groot worden voor een uitrusting, dan wisselen ze hem om voor een grotere maat. Kijk, papa. Iets te groot. Hier, probeer deze. Veel te klein. Precies goed. Dat doet geen pijn, papa. Mooi. Hier, probeer deze eens aan. Kom mee, ik wil het aan mama en Rosie laten zien. Wacht eens even. Vergeet jij niet de twee allerbelangrijkste dingen die je nodig hebt? Ik moet nog een stick en een puk. Papa vond een ijshockeystick, maar die was veel te groot voor Caillou. Dus de man van de winkel zaagde hem af op precies de juiste lengte. En nu had Caillou alles wat hij nodig had om met Billy te ijshockeyen. Hij had er zoveel zin in. Dit is mijn ijshockeystick en mijn handschoenen en... Gilbert, daar pas je toch niet in? Wat zie je er stoer uit, Caillou? Je kunt op mijn hoofd kloppen en dat doet helemaal geen pijn, Rosie. Caillou hoofd hard. De volgende dag leerde Caillou van papa hoe hij de puk moest slaan. Ja! Dat was echt een heel goed schot, Caillou. Heel goed, jongen. Die middag kon Caillou niet wachten om het ijs op te gaan. Hij wist dat hij klaar was om met de grote kinderen te spelen. Rustig aan, hè, Caillou? Denk eraan, ijshockeyen is niet makkelijk. Hé, hey, Caillou! Huh? Papa had gelijk. Het was moeilijker dan Caillou van tevoren had gedacht. Ze zijn heel goed, vind je niet? Ja, ze zijn veel te goed. Ik wil nu liever niet meer spelen. Hé, hey, Caillou. Ik vond dat je het heel goed deed voor de allereerste keer. Weet je, Billy en zijn vrienden spelen al veel langer dan jij. Misschien wel, ja. Ik heb hier iets voor je. Deze was van mij toen ik jong was. Wauw, bedankt papa. Hij is nog een beetje groot. Tegen de tijd dat je hem past en als je goed blijft oefenen, ben je vast ook net zo goed als Billy en zijn vrienden. Echt waar? Reken maar. Nou, ik denk dat ik de perfecte plek weet om te oefenen. Caillou vond het heerlijk om bij Leo thuis te schaatsen. Hij had zijn eigen ijsbaan in de achtertuin. Oh. Nu sla jij hem weer naar mij. Caillou vond het fijn om met zijn beste vriend te oefenen. Hij wist dat ze samen beter zouden worden. Schiet! Hij scoort! Na een assist van Caillou. Die avond was Caillou heel erg moe van al het trainen. Maar hij was heel blij. Hij wist dat op een dag, als hij groot genoeg was voor het shirt van zijn vader, hij een heel goede ijshockeyspeler zou zijn. Stop! Het stoplicht staat op rood. Groen. Mag ik je helm op, Caillou? Maar ik wil hem zelf graag dragen. Let op allemaal. Het is tijd om op te ruimen. Nog heel even wachten en dan is onze speciale gast hier. Caillou vond het niet aardig van zichzelf dat hij Leo zijn helm niet liet dragen, maar hij wilde hem graag zelf dragen voor de speciale gast. Hij is van mij! Nee, hij is van mij! Ik had hem het eerst! Ik had hem het eerst! Kom op, geef hem nu aan mij! Echt niet? Hij is van mij! Toen herinnerde Caillou zich wat juffrouw Martin altijd zei over spullen delen en dingen om de beurt doen. Jason, is het goed als Jeffrey hem nu een tijdje krijgt? Psst, Leo, kom eens hierheen. We doen het om de beurt. Eerst draag ik mijn helm een poosje en daarna mag jij, oké? Oké, bedankt Caillou. Luister klas, weet iedereen hier wat een rookmelder precies is? Als een rookmelder piept, dan weet je dat er rook in de lucht zit. En waarom is dat belangrijk om te weten? Als er rook is, betekent dat dat er ergens brand is. Klopt. We hebben een rookmelder in ons klaslokaal. Weten jullie waar die zit? Had jij hem al gezien? Rook gaat omhoog. Dus waar hoort de rookmelder te zitten? Daar is hij! Hij hangt aan het plafond. Ja. Goed gezien. Oh, onze gast is er. Blijf allemaal maar rustig zitten. Oké, klas. Zeg de brandweerman eens even netjes gedag. Goedemorgen. Hallo allemaal. Ik zie dat we al 4 brandweermannen in de klas hebben. Ik vind jullie helmen mooi. De mijne is een beetje zwaar. Oeh, wat zwaar. Vandaag gaan we oefenen wat we moeten doen als er brand is op school. Weet iemand hier hoe dat heet? Een brandoefening. Klopt. Gelukkig is het zo dat branden niet zo vaak voorkomen, zolang iedereen maar voorzichtig is. Maar een brand kan gevaarlijk zijn. Dus je moet weten wat je moet doen als er een uitbreekt. Vandaag gaan we het brandalarm testen. Als je dat hoort, moet je zo snel mogelijk opstaan en de school verlaten. Het klinkt heel erg... hard! Willen jullie horen hoe hard het klinkt? Ja! Ja! Opletten allemaal, hier komt het alarm. Haha, vonden jullie dat hard genoeg of niet? Ja! Dus we hebben het alarm gehoord. Nu moeten we nog naar buiten toe. Snel, maar wel voorzichtig. Mag ik wat hulp van onze 4 brandweermannen? Caillou wilde de brandweerman graag helpen. Maar hij herinnerde zich dat Leo de helm ook graag wilde dragen. Hier, Leo. Nu is het jouw beurt. Bedankt, Caillou. Oké, Leo. Geef me je hand. Iedereen in een rij en handen vast. We moeten wel heel erg rustig zijn terwijl we gaan. Klaar? Daar gaan we dan. Dat hebben jullie goed gedaan. Ik heb een vriend meegenomen die jullie heel graag wil ontmoeten. Dit is Sparky. Kom op, jochie. Ga maar kennis maken. Zal ik hem een trucje laten doen? Ja! Sparky, praat. Je bent braaf. Goed, wil jij misschien als eerste in de wagen zitten? Mag Caillou dan ook mee? Ja hoor. Ja! Er is genoeg ruimte voor jullie allebei. Hij is veel te groot. Wil jij de sirene aanzetten? Ja, graag. Zijn jullie er klaar voor? Want deze sirene maakt heel veel lawaai. Hij moet ervoor zorgen dat alle auto's op de weg opzij gaan, zodat wij er langs kunnen. Zet je schrap. Wow! Doe het nog een keer, Caillou. Leo is aan de beurt. Joepie! We komen eraan in onze grote rode wagen. Uit de weg, we hebben haast. Sparky, praat. Als ik later groot ben, word ik brandweerman. Dat is mooi. Iemand zoals jij kunnen we heel goed gebruiken in ons team. Dank je wel. Wie wordt de volgende? Ik. Kijk, Caillou. Hier heb je je helm weer terug. Bedankt, Leo. Ik wil ook brandweerman worden als ik later groot ben. Doet, doet. Caillou vond dat hij en zijn beste vriendje Leo samen een prima brandweerteam zouden zijn. Geef hem eens terug. Caillou, heb je zin om me vandaag te helpen met bakken? Oké, mama. We bakken vandaag, we bakken. We bakken zo graag, we bakken. Dus maak maar wat vaart. We bakken een chocoladetaart. Eerst nemen we een beetje bloem en doen het in een grote kom. Wat eitjes, boter, suiker, melk en roeren het dan in het rond. We doen hem in de oven met een wand. En kijk goed uit, de oven brandt. Dan eventjes wachten tot de tijd om is en zetten hem even aan de kant. Het is nu tijd voor glazuur en room. Ja. Hij is al bijna klaar. Vergeet vooral de afwas niet. Caillou, lik jij de lepels schoon? Ja. We bakken een grote taart. We bakken. Het was zo geklaard. We bakken. Maar eet niet te veel. Laat het niet staan. Kom, schuif maar aan. Iedereen eet mee. Bij Caillou's Café. We bakken. We bakken vandaag. Ja! Hé Leo, zullen we samen een kasteel bouwen? Goed, Caillou. Door samen te werken kunnen we alles aan. We bouwen een kasteel dat voor altijd blijft staan. We nemen onze tijd en we werken als een team. We doen het stap voor stap, dan zul je het wel zien. Eerst de juiste spullen, dan verder met het lied. Een tractor die kan sjouwen, vergeet de bulldozer niet. We tekenen een plan en we kiezen een plek. Eerst krijgen deze bomen een andere stek. Dan gaan we scheppen echt heel erg veel. Want we willen een ontzettend groot kasteel. Dit wordt ons kasteel, het wordt heel erg hoog. Kijk uit voor het water, dan blijft ons kasteel droog. Daar heb je de draak, dus we bouwen een brug. Haal de brug omhoog, maar doe het wel vlug. We zijn bijna klaar, de brug zit eraan. Sst, stil zijn, er komt iets aan. Snel wegwezen, het is de draak. Foei! Door samen te werken kunnen we alles aan. Gilbert, het is maar een storm. Daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Caillou wist dat het alleen de wind was die blies. Maar hij was toch een klein beetje bang voor de storm. Rosie. Rosie, gaat alles goed met je? Ik ben bang. Je hoeft niet bang te zijn, Rosie. Caillou wist dat Rosie veel banger was dan hij zelf. Hij wilde zijn kleine zusje helpen, zodat ze niet zo bang meer zou zijn. Dat is gewoon de wind die blaast, Rosie. Hij doet zo... Ga maar slapen, Rosie. Welterusten, Rosie. Welterusten, Caillou. Caillou was blij dat Rosie zich beter voelde. Sterker nog, hij voelde zichzelf ook beter. Hij was niet bang meer voor die gekke storm. De volgende dag bracht mama Caillou naar de peuterschool. Zo te zien heeft het vannacht behoorlijk gestormd. Gelukkig zijn we er niet wakker van geworden. Oh, kijk, de storm heeft die eikenboom omvergeblazen. Oh, wat jammer zeg, het was zo'n mooie oude boom. Gaat het goed met hem? Ik vrees van niet, Caillou. Zijn wortels zijn uit de grond. Maar ze planten daar vast wel weer een nieuwe boom. Bomen zijn heel bijzonder. Zonder een boom zou die plek er minder mooi uitzien. Als Caillou naar de peuterschool ging, zag hij die boom altijd staan. Hij vond het jammer dat de boom er nu niet meer stond. We zullen een omweg moeten maken. Wat betekent omweg? Dat betekent dat we niet via dezelfde weg naar de peuterschool toe kunnen. Daarom nemen we een andere weg. Clementine, ik heb een grote boom gezien, die was gevallen. En hij lag gewoon midden op de weg. Die heb ik ook gezien. De wind heeft hem omvergeblazen. Hé, Caillou. Deze paarden hebben vast flink gewiebeld tijdens de storm. Goedemorgen. Door de storm van vannacht is ons speelplein nu een rommeltje. Dus vandaag gaan we opruimen. Helpen jullie ook mee? Is goed. Kijk. Die vogel maakt zijn nest weer heel met die tak. Ik leg er een paar neer voor als de vogel ze nodig heeft. Caillou en zijn vriendjes werkten hard door, totdat het speelplein weer helemaal opgeruimd was. Dat ziet er veel beter uit. Bedankt voor jullie hulp. Met al die hobbels kunnen we geen autootje spelen. Dan bouwen we een weg. Ja, we bouwen gewoon een weg. Ik weet precies wat we nodig hebben. Ik ben zo weer terug. zelfbestuurde bulldozer die het pad vrijmaakt voor onze weg. Vroom, vroom. Ik bestuur de truck die het hete asfalt stort. Klok, 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 woesh. En ik bestuur die wagen met dat rollende ding. Dat was fantastisch. Dank u wel. Juffrouw Martin, hoe heet die grote wagen die over dingen heen rijdt en ze plat maakt? Dat heet een stoomwals, Leo. Een stoomwals, ja. Ik bestuur dus de stoomwals. Vroom, vroom, vroom. Wacht eens, waar gaat onze weg eigenlijk heen? Naar dat meer onder de schommels. Goed idee. Ja. Bom, bom. Zet de wagen stil. We kunnen geen weg bouwen door de rivier. Dus moeten we... Een brug bouwen. We kunnen aan iedere kant 2 blokken neerzetten en 1 in het midden van de rivier. Pas op, de hijskraan komt eraan. De hijskraan komt eraan. De hijskraan komt eraan. Goed zo. Lager, lager. Perfect. Hier kunnen wel 10 olifanten overheen lopen. Maar is hij ook stevig genoeg om 1 reuzenvoet te dragen? Nee, zo stevig is die niet. Ah, dat is jammer. Zullen we verder gaan met de weg? Vroom, 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 vroom. Oesh. Oesh. Stop! Deze berg is veel te steil. We zullen een tunnel moeten graven. Ik begin met graven aan deze kant. Ik kan je zien. Kijk, hier staat een grote oude boom. Dat is niet zo slim, Clementine. Nu staat hij in de weg. Rij er overheen, Caillou. Caillou herinnerde zich de grote boom die op de weg was gevallen. En wat zijn mama had gezegd over bomen. Nee, we moeten hem met rust laten. Bomen zijn bijzonder. Aha, er wonen vogels in. Dus we zullen een omweg moeten maken. Wat is dat? Een omweg betekent dat je op een andere manier ergens moet komen. We gaan gewoon om de boom heen. Vom, vom. We zijn bij het water aangekomen. We zijn klaar. En met deze boot kun je ritjes over het meer maken. Ik heb geen boot nodig. Ik ga lekker zwemmen. Jongens, komen jullie naar binnen? Dan vertel ik een verhaaltje. Oké, dan ga ik later wel zwemmen. Wie het eerste binnen is. Kijk! Zet hem op, eekhoorn! Wat zullen we vandaag eens doen, Caillou? Ik wil vandaag naar een ander museum. Oké, kom mee! We gaan naar een museum, dat wilde ik zo graag. We gaan naar een museum, wat leren we vandaag? Een kunstwerk, een schilderij, zoveel te zien, dat maakt me blij. Fossielen, tot aan de nok, oude boeken... En een gekke klok, hoe weet je nou hoe laat het is? Dat is oud, dat zie je zo. Hé, er staat een iglo. Ja, dat is waar, en een ridder daar. Zo'n harnas lijkt me best wel zwaar. Papa, hoe ging je toen naar de wc? Geen idee, Caillou. Die mummie vind ik eigenaardig en die man is nogal harig. Vlieg je mee? Ga maar voor. Een maansteen en een meteoor. Uit de ruimte. Je leert van alles wat je ziet. Musea zijn leuk, vind je niet? Heel erg leuk, papa. Dus ga naar het museum. Geloof maar wat ik zeg. Ja, ga naar het museum. Dan wil je nooit meer weg. Dan wil je nooit meer weg. Ja! Wie wil me vandaag helpen met opruimen? Ik wil wel. Caillou vond het leuk om te helpen na het middageten. Dankjewel, Melanie. Dankjewel, Caillou. Caillou, waar ben je? Hier ben ik! Goed gedaan, Caillou. Vandaag aan het eind van de middag houden we een talentenjacht. En iedereen mag meedoen. Je kunt iets maken of optreden. Je mag zelf weten wat je wilt doen. Oh ja, gaaf! Mag ik iets tekenen? Natuurlijk! Ik ga een toren bouwen! Leuk! Caillou besloot dat hij graag een liedje wilde zingen tijdens de talentenjacht. Ja, Clementine? Ik ga een liedje zingen. Wat ga jij doen, Caillou? Ik wilde ook heel graag een liedje zingen. Geen probleem, dan zingen jullie allebei. Mag ik misschien een rijmpje opzeggen? Natuurlijk, Leo. Ik ga een rijmpje opzeggen. Ik ken heel veel rijmpjes. Ik denk dat ik Simon had een boerderij ga zingen. Simon had een boerderij. Hia, hia, ho. Wat goed van je, Clementine. Caillou vond het niet leuk dat Clementine steeds die dingen uitkoos die hij ook wilde doen. Juf Martin, dat was het liedje dat ik graag wilde zingen. We kunnen vast wel een ander liedje voor je bedenken. Wat vind je van zakdoekje leggen? Oké. Simon had een boerderij. Hia, hia, ho. Oh, ik ben vergeten wat er daarna komt. Daar waren heel wat koeien bij. Hia, hia, ho. Oké, klas, het is pauze, dus jullie mogen naar buiten toe. Ik weet het begin van heel veel rijmpjes, maar ik weet alleen niet hoe ze verder gaan. Zakdoekje leggen, niemand zeggen, ik heb de hele nacht gewaakt. 2 paar schoenen heb ik afgemaakt. Zakdoekje leggen was het lievelingsliedje van het kleine zusje van Caillou. Caillou besloot dat hij het niet wilde zingen, omdat het een liedje voor hele kleine kinderen was. En een boeboe hier en een boeboe ergens anders. Oh, dat klopt ook niet. Simon had een boerderij. Oh. De rij. Hia, hia, ho. Oh ja. Met een boeboe hier en daar en daar. Nee, het is met een boeboe hier en een boeboe daar. Hier een boe, daar een boe, overal een boeboe. Jij kunt goed dansen, Clementine. Dank je, maar ik wou dat ik de tekst van het liedje kon onthouden. Ik ken de hele tekst. We kunnen het samen zingen als je wilt. Oké, laten we oefenen. Simon had een boerderij. Hia, hia, ho. Caillou was blij dat ze het liedje samen zouden gaan zingen. Rozen zijn rood, viooltjes zijn... Wat zijn viooltjes? Wat koeien... Bij... Hia, hia, ho. Oké, jongens, we gaan naar binnen. Tijd voor een dutje. Caillou hoopte dat hij en Clementine alle woorden van het liedje zouden onthouden. En hij hoopte dat iedereen het mooi zou vinden. Simon had een boerderij. Hia, hia, ho. Daar waren heel wat koeien bij. Hia, hia, ho. Met een boeboe hier en een boeboe daar. Hier een boe, daar een boe, overal een... Simon had een boerderij. Hia, hia, ho. Daar waren heel wat koeien bij. Hia, hia, ho. Met een boeboe hier en een boeboe daar. Hier een boe, daar een boe, overal een... Staat er echt een koe in ons lokaal? Boe! Daar waren heel wat koeien bij. Hia, hia, ho! Ik weet nog steeds niet precies hoe het verder gaat. Caillou had een idee waardoor het liedje makkelijker zou worden om te zingen. Ik weet al wat we moeten doen. We kunnen om de beurt zingen. Jij zingt de stukken die jij weet en ik zing de stukken die ik weet. Dat is een goed idee, Caillou. Caillou en Clementine oefenden hun liedje totdat de talentenjacht begon. Oké, het is tijd voor de talentenjacht. Ik wist van geen enkel rijmpje hoe het verder ging, dus heb ik zelf iets verzonnen. Rozen zijn rood, mijn papa is groot... En dit is mijn hoofd. Hij is prachtig, Emma. Oh. Simon had een boerderij, hia hia ho. Daar waren heel wat koeien bij, hia hia ho. Met een boe boe hier boe. En een boe boe daar, hier een boe daar, een boe, boe overal een boe boe. Simon had een boerderij, hia hia ho. Wauw, ja, dat was mooi zeg. Dat was fantastisch. Dit was onze allereerste zing- en dansteam. Dank jullie wel, Caillou en Clementine. En alle anderen ook bedankt. Caillou was blij dat hij samen met Clementine aan het liedje had gewerkt. Het was veel leuker dan het liedje alleen zingen.